Oké, okay, allemaal kijken, nu kijken, nu kijken. Nu kijken, wacht, nee, wacht. Oké, nee, wacht, maar. Oké, nu kijken, check deze. Check, wacht, nee, hier, nu. Nu kijken, allemaal, nu kijken, check deze. Check deze. Zo goed, hè. Ik voel me zo ontzettend goed. Dat je dan bedenkt, hè, dat jullie je echt een stuk minder goed voelen dan hoe ik mij nu voel. Dat is toch jammer? Hè, dat al dat plezier verloren is gegaan door te drukke werkdagen. Ik moet thuis nog dit en dat en ik heb geen tijd voor al die leuke dingetjes van. Terwijl we vroeger niet tijd genoeg hadden om leuke dingen te doen, hè? Om te spelen. Kijk mij nou lekker kloot op een fietsje. Lekker fietsen, dat is toch fantastisch dat je het zo makkelijk naar je zin kan hebben door even een paar trappels op te stappen. Dat zouden jullie ook kunnen, hè? Nee, ik moet werken, want ik moet geld verdienen, zodat ik ergens kan wonen. Wat kan eten en als ik dan geluk heb, dat ik dan nog op vakantie kan gaan. Waar ik dan de eerste week zorgen zit te maken over de slechte wifi op de camping. En de tweede week ga ik zorgen zitten maken over de activiteiten die ik niet heb kunnen doen in de eerste week. Door de wifi. En natuurlijk ook geld voor je kinderen. Die wensen het allerbeste. Een mooie toekomst met ook een baan waarmee ze dan geld kunnen verdienen, zodat zij ook ergens kunnen wonen, wat kunnen eten en als zij nog meer geluk hebben, op vakantie kunnen gaan. Je zou ook kunnen fietsen. He, je geluk vinden op dat fietsen. De wereld ontdekken. Nieuwe dingen durven. Niet veilig, maar juist gevaarlijk. Want dat is spannend en dat is leuk. Ontdekken wat het fietsje je brengt en dat prachtig vinden. Het begint allemaal bij dat fietsje. Kijk mij nou. Ik ben zo aan het genieten van mijn fietsje. Ik heb ook wat voor jullie meegenomen. Mitchell! Rapapa, rapapa, rapapa. Een wiel! Ja! Oh,
Domme. Kijk nou! Zitten we hier met z'n allen naar de tv-scherm te kijken? En daar is dan leuk. Daar is dan wel leuk. Neem zo'n rotding mee, zitten we al met z'n allen naar te kijken. Prachtig, dit is weer prachtig. Ik doe keihard mijn best om het een beetje leuk te maken voor jullie, hè? Om een beetje plezier in jullie te stoppen. Publieksparticipatie. En ik ben hier ook kapot aan het gaan. Ik verveel me helemaal de tering. En dit is dan weer prachtig. Dit vinden jullie dan weer prachtig en geweldig om naar te kijken. Ik doe hier keihard mijn best. Denk je dat ik dit leuk vind, hè? Ja, kom maar weer zitten. Ja, kom maar weer zitten. Denk je dat ik dit voor mijn plezier doe? Ja. Nou. Nee. Ik heb ook wel een verhaaltje. Zo, ja. Is niet per se grappig of zo, niet leuk. Nou, helemaal, ja. Zal ik het eens even vertellen, een verhaaltje? Nou. Het verhaaltje gaat over een oude man. En die man, die hield enorm veel van zingen. Zijn hele leven lang heeft hij gezongen. En dat deed hij niet alleen, dat deed hij samen met zijn vier broers. En met die vier broers zijn ze toen, nou met zijn vijven dan, op talentjachten afgelopen. In een dorp. En zij noemden zichzelf dan de Collie Brothers. En zij wonnen alles. Alle talentjachten waar ze kwamen, zij wonnen alles. Zij waren zo goed. Iedereen genoot van hun muziek en hun plezier samen op het podium. Dit was trouwens allemaal in de jaren 60. Toen waren zij met z'n vijven zo'n gemiddeld zo'n 18 jaar. En iedereen genoot van hun. En het enige wat zij daarvoor nodig hadden, waren twee gitaartjes, twee sambaballen en vijf prachtige stemmen. Zij werden op een gegeven moment zo bekend in hun dorp, dat zij dachten, we gaan het eens internationaal maken. Dus zij gingen optreden in België, in Frankrijk, in Duitsland, in Noorwegen en in Polen. En in Polen hebben ze zelfs een pleintje naar hun vernoemd. Collie Brothers Square. Dat was een speelpleintje. Om het te spelen. Die vijf broers hebben in hun latere jaren vooral opgetreden in hun eigen dorp. En het was dan meestal rond kersttijd zo. En dan hadden ze een avondvullend programma vol met prachtige nummers uit de jaren 60. En dan, na de pauze, altijd een komisch stukje. En de hele zaal lag dubbel. 3 jaar geleden is helaas een van die broers overleden. Toen hebben ze met z'n vijven besloten op zijn sterfbed om een einde te maken aan de Collie Brothers. Zonder die vijfde broer was het niet meer mogelijk. Dan waren ze de Collie Brothers niet meer, dan zou er een gat ontstaan op het podium die niet te vullen was. Die man heeft dus het liefste wat hij deed, het zingen, samen met zijn vier broers, genieten van het publiek laten lachen, het publiek laten huilen.
Dat heeft hij allemaal achter zich moeten laten. Wat hij het allerliefste deed. Zingen met zijn vier broers op een podium. En daarom heb ik speciaal voor vanavond een gast uitgenodigd. Hier is hij dan. Van de Collie Brothers. De enige echte. Opa Ad. I talk to my baby on the telephone, long distance. I never would have guessed I could miss someone so bad. Yeah, I really only met about a week ago, but it doesn't seem to matter to my heart. I know that I love her. I'm hoping that I'll never. She's good to me, and if you're ready, make me happy, and never let her slip away. I feel like a kid with a teenage crush on a school day. On a school day after. I feel like a I really only